Het RTLZ Beursspel wordt mede mogelijk gemaakt door ING Sprinters. Welkom bij het RTLZ Beursspel. Al 11.500 deelnemers strijden in het beursspel voor de hoofdprijs. Een dag leven als miljonair. En je kunt nog meedoen, want we spelen tot 28 mei. Meld je even aan via rtlzbeursspel.nl. Straks dan bespreekt Dirk Veenstra weer een hele mooie beleggingsklassieker. Iets wat je echt moet weten als belegger. En we starten hier in de studio met Jim Theo Poering van 1 Vermogensbeheer. En blij dat je er weer bent. We hebben jou natuurlijk om het nieuws ook een beetje te duiden. Dus welk nieuws pik je eruit? Nou, er was heel veel nieuws deze week. Er gebeurt natuurlijk van alles, kwartaalcijfers. Maar één bericht, dat zette afgelopen dinsdag de markten echt in beweging. Het was namelijk Janet Yellen. Die was voorheen de voorzitter van de Federal Reserve. Zeg maar de centrale bank van Europa. Die is tegenwoordig minister van Financiën. En die zei in een interview, als de economie oververhit dreigt te raken, wat nu eigenlijk een beetje de situatie is in Amerika, zou de rente best wel eens wat omhoog kunnen. Nou, een stijgende rente, daar hebben we het de afgelopen weken vaak over gehad, hè, ook met Dirk. Dat is hetgeen waarvan we zeiden, dat zou een beetje roet in het eten kunnen gooien van beleggers. En dat bleek ook, want de beurs die daalde hard, AX, stevig onder de 700 punten. En techfondsen, die gingen helemaal diep in het rood, 5-6%. Ja, ik moet zeggen, ik keek naar mijn eigen echte portefeuille. Hè, dus niet in het beursspel, maar wat ik echt heb. En ik zag inderdaad dat mijn beleggingen toch op één dag wel met 3% waren gedaald. Ja, dan schrik je wel even. Maar we hebben ook meteen gezien, beleggen moet je niet zozeer alleen voor de korte termijn doen, maar met een langere visie. In dit geval ook, de beurzen zijn gewoon weer hersteld. Maar die rentedreiging, die is er wel. En je ziet dus ook wat het met tech. Ja, want betekent dat het nu over is, die rentedreiging? Zo van, we zijn even met z'n allen geschrokken en nu weer gewoon recht omhoog. Ja, ik denk van niet. Janet Yellen die waarschuwt er natuurlijk ook voor. Er is heel veel geld in de markt gepompt. Duizenden miljarden in Amerika om de coronacrisis te bestrijden en de economie aan te zwengelen. En als er meer geld is, krijg je uiteindelijk inflatie. En inflatie, dat betekent dat je weer hogere rente krijgt. Dus die rentedreiging, die is er nog steeds. Kijk, hier hebben we zelfs negatieve rente. In Amerika is ze al wat hoger, maar dat kan niet zeker. Voor veel bedrijven dus niet goed, maar ook nog wel gunstig voor een bedrijf dat vandaag met cijfers kwam, hè? Ja, ik neem aan dat je dan doelt op ING. ING presenteerde hele mooie cijfers. Bijvoorbeeld het rentebedrijf, daar werd een daling verwacht. Nou, daar wisten ze toch de omzet op peil te houden. En een hogere rente betekent voor banken dat ze meer marge kunnen maken. Je ziet dus ook dat die banken, die deden het wel redelijk goed de afgelopen dagen. En ING, die presenteerde gewoon een flinke stijging van de winst tot een miljard. Gunstig voor aandeelhouders, hoeft ook minder voorziening voor slechte leningen te nemen. Dus dat is heel goed nieuws. In het beursspel kun je natuurlijk zowel inspelen op koersstijgingen als op koersdalingen. En dat hebben onze spelers ook gedaan. Laten we eens even kijken hoe de top 5 en eigenlijk de top 10 eruit ziet. We zien dat Giddyup is naar beneden geschoven, gezakt. En een nieuwe eerste plaats is voor Short 2312. Moet je kijken, die ton is 353.000 euro al waard geworden. Ongelooflijk knap. Dan willen we ook nog even de tweede helft van de top 10 laten zien. Want helemaal onderaan, op nummer 10, staat een hele voor ons bekende naam. Stefan Kuipers. Ja, tenminste, onderaan in het plaatje. Want op nummer 10. Er zijn meer dan 10.000, 11.000 deelnemers al. En Stefan Kuipers, die eerder gewonnen heeft en die we vaker bovenin hebben gezien, die staat nu dus weer tiende. Dus dat is toch wel een hele bekwame speler iedere keer weer. Ja, en voor zover wij konden zien had hij eigenlijk maar wel een paar keer gekocht, maar steeds hetzelfde. Dus heel goed de richting voorspeld. Super. Laten we even kijken nog naar de portefeuille van de koploper. Ja. Nou, de koploper, hij deed zijn naam eer aan. Short, zegt hij. En hij heeft ook zijn geld verdiend. Short 21 of 31-12. Ik weet het niet eens exact. 23-12, pardon. Hij is natuurlijk short gegaan op de AEX. Daar heeft hij bijna 200.000 euro mee verdiend. Met een hoge hefboom. En wanneer heeft hij dat natuurlijk gedaan? Op het perfecte moment, dat is natuurlijk dinsdag geweest, toen die beurs zo hard onderuit ging. En dan zie je dus, door met zo'n hoge hefboom, en dit is wel een hele hoge hefboom en veel risico, als de beurs dan daalt, dan kun je echt inderdaad dat hele hoge rendement maken. Prachtig voor het spel om bovenin te komen. Het is hem ook gelukt. In praktijk, dan moet je er wel wat voorzichtig mee zijn. Want als het was gestegen, was het ook snel voorbij geweest. Ja.
Heb je nog nooit belegd en wil je wel beginnen? Wij helpen je op weg met beleggen voor beginners. In 8 simpele lessen leer je alles wat je wilt weten over beleggen op de beurs. En vandaag krijg je van ons les 4 en die gaat over FIRE. Heb je al gehoord van de FIRE-beweging? FIRE komt van Financial Independence, Retire Early. Mensen die dit doen, willen nu zoveel mogelijk geld opzij zetten, zodat ze al vroeg niet meer hoeven te werken voor hun geld. Ze kunnen dan leven van hun beleggingen. Financieel vrij kun je worden door minder uit te geven en het geld wat je overhoudt slim te investeren. Eerst schrap je alle overbodige uitgaven. Misschien wil je minder kleding kopen, of heb je nog een abonnement waar je geen plezier aan beleeft. Als je met het geld dat je zo bespaart een deel van je hypotheek aflost, heb je iedere maand nog minder nodig om van te leven. Daarnaast laat je je geld groeien op een beleggingsrekening. FIRE-volgers zijn vaak fan van indexbeleggen. Dat is beleggen tegen lage kosten in een mandje van aandelen, zoals een ETF. Zodra je 25 keer je jaaruitgaven bij elkaar hebt belegd, ben je officieel FIRE. En dan zorgen je beleggingen voor jouw inkomen. En kun jij lekker een hangmat opzoeken. Niet in een hangmat, maar gewoon op Beursplein 5. Daar staat onze vaste beurscommentator Dirk Veenstra. Dirk, je staat daar voor een klassieker over de beurs, wat je als belegger echt moet weten. Welke beleggingsklassieker heb je vandaag voor ons? Ja, het kan niet anders natuurlijk. Hè. De maand mei is net begonnen, dus sell in May and go away. Nou, dat is natuurlijk wel een oudje, misschien wel een leuke. En wat we dan natuurlijk allemaal willen weten is, moet je dat ook echt doen? Al je aandelen verkopen in mei. Ja, het is wel echt een oudje, want het is al heel lang een bekend gezegde op de beurs. En het zou al zich al voor hebben gedaan sinds het ongeveer 1700. Dus inderdaad heel erg oud. Er is ook wetenschappelijk onderzoek naar gedaan dat het bestaat. Of in ieder geval bestond. Hè. Het heeft een tijd bestaan. Een verklaring is het wat lastiger. Hè, want waarom zou het fenomeen zich voordoen? Het heeft te maken met ons gedrag. Als wij ons ernaar gedragen en ernaar handelen, dan inderdaad treedt het vanzelf op. Maar goed, het zou te maken hebben met vakantietijd. Mensen die voor vakantie geld willen opnemen. Of het einde dividendseizoen bijvoorbeeld. En dan alles verkopen en zeggen, oké, we gaan eerst vakantie vieren en dan later, en dan parkeren we ons geld even in obligaties of in spaarrekeningen. Nou, ook niet zo verstandig misschien. En dan later terugkopen in bijvoorbeeld september of oktober of november. Nou, dat is het fenomeen. Het is wetenschappelijk aangetoond. In 2002 een groot internationaal onderzoek. In 37 indexen zou het zich voordoen. Maar in 2018 is er nog een keer onderzocht en toen waren er nog maar in 2 indexen. Dus het is een beetje welke periode naar kijkt en welke index. Maar ING keek er ook naar in 2019. En toen zou het zich vooral in de AMX, de midcap index in Nederland nog voordoen. Maar goed, vergeet even waar het zich voordeed. Dit is het fenomeen. Kijk eens mee. Want moet je verkopen in mei of moet je blijven zitten? Nou, kijk naar deze grafiek. Blijven zitten levert in AIX tussen 1993 en 2015 zo'n 700% rendement op. Nou, prachtig natuurlijk. Als je nou alles in verkocht eind mei en per juni eruit was en september dan alles terug zou kopen, had je maar de helft van je rendement gehad in die periode. Koop je dan in november heb je iets meer, maar het beste zou zijn alles verkopen in mei en alles terugkopen in oktober. Maar zoals je ziet, het verschil met gewoon blijven zitten en blijven belegd blijven is niet zo heel erg groot. Dus het is wat een opvallend fenomeen waarvan maar de vraag is of je eraan moet houden. Ja, nou ja, het klinkt wel aantrekkelijk ook als je dat plaatje zo ziet. Maar wat vind je? Is het nou een goed idee om je eraan te houden? Ja, dit was natuurlijk een grafiek over heel veel jaren. En het is maar een gemiddelde, het is maar een statistiek. Dus misschien was er wel iets anders aan de hand waardoor het fenomeen zich voordeed. Ik denk dat het niet zo verstandig is om het te doen. Want het is wel een groot risico wat je loopt. Als je eruit de markt bent, dan loop je misschien de kans dat je verlies niet maakt. Maar ook dat je misschien winst niet maakt. Timen is heel erg lastig. Doe het nou gewoon niet. De verschillen zijn klein. Inderdaad, en misschien was er dus wat anders aan de hand wat het fenomeen verklaart. Ik zou het niet doen. En voor het beursspel, waar we nou over praten, is het sowieso niet handig. Want het loopt gewoon maar tot eind mei. Dus dan moet je nu vol beleg blijven en niks doen. En pas verkopen eind mei. Daar wil je in het beursspel zeker niet mee. Nee, dat gaan we zeker niet doen in het beursspel. Daar zijn we gewoon wat actiever. Dank je wel, Dirk. Jim, heb jij zelf ook ervaring met die klassieker alles eruit in mei en dan weer terugkomen in oktober in dit geval? Nee, ik heb er geen ervaring mee in de zin dat ik dat ook beslist niet doe. Wat je in de grafiek van Dirk ook zag is dat namelijk ook in de zomermaanden gemiddeld genomen de beurzen gewoon stijgen. Wintermaanden zijn wel beter. Beurzen stijgen dan gemiddeld genomen wat meer. Ik heb nog een onderzoekje erop nageslagen. Zo'n 6% gemiddeld tussen oktober en april. En in de zomermaanden is dat minder. Maar ze stijgen gemiddeld evengoed met 2,5%.
Dus ja, die 2,5% wil je ook meenemen. Dat zag je ook in het eerste staafje van Dirk. Dat je dus ook wel degelijk veel geld verdient in die zomerperiode. Ja. Dus gewoon lekker blijven zitten. Niet de markt gaan timen, maar ook de zomerstijging. Al is die wat minder, die wel gewoon meenemen. Ja, en tegenwoordig, het maakt misschien ook niet meer zoveel uit, hè, als je op vakantie gaat. Want als je op vakantie gaat, kun je altijd nog inloggen als je van je beleggingen af wil. Je kan met je mobiel natuurlijk gewoon alles volgen. Wat overigens wel zo is, ik stapte in het verleden altijd in juni in. Want dat is misschien wel een tipje. Je had het over de FIRE-beweging. Normaal gesproken, als je belastingformulieren tijdig indient, krijg je je belastinggeld in juni terug. En ik deed het altijd klakkeloos in een tracker. Dan miste ik het ook niet. Mooi voor lange termijn. Goeie tip, dankjewel. En wil je ook starten met beleggen? Begin dan gewoon eens met het beursspel. Dat kan gratis. Aanmelden kan via rtlzbeursspel.nl. En morgen dan zijn we er weer hier op RTLZ. Heel graag tot morgen.